Ja, daar zitten we dan in de Silent Woods. Proberen weg te komen zonder dat de grote enge vogel ons te pakken krijgt. Dat is de bedoeling. We zweven naar boven. Oh, we kunnen hier twee kanten op. Kijk op de kaart. Waar wil ik heen? Er zit eruit dus een uitgang. Laten we eerst naar links gaan. Dat we niks missen. Ziet er ook uit als een uitgang. Hier is een grote boom. Die stort in van ons gewicht. Kan die kapot? Nee. Kijk eens, die hele boom die wordt door ons meegenomen. Kijk eens. Maar wat is nou het plan? Waar gaat die boom naartoe? Hij buigt ook weer terug. Dat is ook het enige wat we kunnen doen, is die boom te plaatsen. Kijk, hij zakt langzaam in. Het is een hele flexibele boom. We kunnen hier ook niet overheen. We kunnen hier wel overheen. En waar komen we dan? Grote beelden, ik kan hier zweven, maar ik zie verder niks. En dan ben ik weer hier terug bij af. Oké, ja, dan schiet er dus niks meer op. Dan schieten we dus niks meer op. Goed om te weten. Maar goed, misschien moeten we daar op een later moment nog iets doen. Hey, dit is die boom waar we net waren. Misschien moeten we daar op een later moment nog iets doen. Dat zou kunnen. Iets wat we nog niet weten. Daar gaan we dan ook op een later moment achter komen. We gaan weer terug hier naar het zweefgebied. En dan gaan we dus maar naar rechts in plaats van naar links. Of we vliegen gewoon kaart het ding in. Even health mee pakken hier uit de ding. Kijk, dan zijn we weer heel. Nou, rechtsaf. Kijken wat hier gebeurt. Het ziet eruit als een uitgang. Filmpje. Een grote veer. Enge vogel, man, is hier. Waar is mijn vogelvriendje? Hij pikt in zijn been om ons te redden. Vogelvriendje, wat doe je? Vriendje. Wij liggen hier weer in het licht. We zitten nog steeds in een filmpje. Ik kan nog niet bewegen. We moeten opnieuw mijn vogelvriendje gaan vinden, denk ik. Oh, ik kan weer bewegen. Dit loopt dood. Ik kan niet springen. Ik kan alleen maar lopen. Nou, doen we dat maar. Filmpje. Koe. Waar is Koe? Ik kan nu wel weer springen. Is ook weer zo'n flexibele boom. Hierboven is niks. Koe. Ik kan niet aanvallen. Ik kan alleen maar springen en lopen op dit moment. Hier komt weer een. Ik loop in één keer langzamer en dan komt er weer wat. Hier ligt koe. 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 Koe.
Is dood? Het begint te regenen ineens. Koe is dood. Daar is een beest. De katten. Die katten die konden hier niet meer leven, zagen we aan het begin van deze chapter. Maar ze leven nog, de katten. Ze zijn verdrietig. Ze zijn verdrietig, de katten. Omdat onze uiltje dood is. Maar ze zijn ook verdrietig. Je wordt netjes begraven onder een levensboom. Wij storten ineen. Gesneuveld om ons te redden. Door de grote vogelman in zijn been te pikken. Hey, er gebeurt iets. De stem van het bos, de voice of the forest. Wat gaat hij doen? Het bos komt tot leven. Komt Koe dan ook weer tot leven? Ik kan weer lopen. Ik kan alleen maar naar rechts lopen en niet springen. Ik kan niets anders dan naar rechts lopen. Hier zitten al die katten. Hier is de stem. Hey, voor Kwolok! We zijn weer terug bij Kwolok. Hoe dan? Tenofwar, Sonomorniwar. Kwolok is ook verdrietig. Nimonoboare. Guarapo. Maar wat gaan we nou doen, Kwolok? De zon schijnt. Slina. Skora. Kilobar, die demonen die heb ik gerepareerd. Nomo, disquara forwar. Sibano, waze. Moeten we op zoek naar het licht? Ja, waarschijnlijk wel. Imo, awe cotiva. Disco, va. Dat moeten we allemaal gaan vinden natuurlijk. Kwolok gaat ons helpen. Wat een strijd. We
Dat hebben we ook. Oh, die veer van de koe. Zodat we kunnen zweven. Kijk, Kuro's verder, die oude. De voice, heb je nog wat te melden? Nee, ik kan weer bewegen. Vrijuit. Oké, nu moeten we dus gewoon op zoek. Wat is dit? Hand to hand. Ja, nu moeten we gewoon gaan zoeken. Dat is het idee. De wisp luistert in de darkness. Daarboven helemaal. Nou. Wat is nu de handige route? Hier naar beneden, denk ik maar. Hè? Ik denk dat de handige route is. Hier ligt koe dood te zijn. Talk to the Moki. Ze maken zich zorgen. Maak je zorgen, ik ga hier naar beneden. Ja. Ja, maar dat lijkt me een mooi moment om weer een checkpointje in te lassen. Kort stukje, maar onze vriend is dood. En dat is toch wel een moment waar we even een momentje voor moeten nemen. Dus we gaan op zoek naar de wisps. Op zoek naar de bronnen van licht. Om alles samen te brengen en de wereld te redden. Dat is het idee. Ja. Dat gaan we doen in de volgende video. Gaan we op zoek naar de eerste wisp. Bedankt weer voor het kijken. Ik zie jullie dan. Later.